Oh, gaan we nou aan de slag? Historische verhalen doen het lekker op de planken. Nadat dit weekend Soldaat van Oranje in première gaat, is het nu de beurt aan Anne Frank. Nou, de dag van de première. Spannend. Zeer spannend. Ik voel hem toch nu lichtelijk wel opkomen. Ik vind het precies. Maar ik ben gek genoeg heel rustig. Oh. Ik kijk naar de boom. En de boom kijkt naar mij. Nieuwbakken talent Abke rolt rechtstreeks vanuit de schoolbanken de planken op. De nieuwe Pia Douwers is geboren. Het klikt enorm tussen ons. Het klikt enorm tussen mij en Abke. Ik voel echt een soort vader-dochterband. En als zij gaat sterven, dan, ja, dan breaks your heart. Dan ben je kapot eigenlijk. Ja, ik weet nog hoe jij ter wereld kwam. Mensen komen echt met rode ogen naar buiten. Ja. Ja, en het applaus. Het feit dat een applaus al heel laat komt, zegt al dat mensen geraakt zijn. Volkomen kapot. Prachtig weergegeven. Hier ben ik nog niet mee klaar, hoor. Abke's ouders zijn net als iedereen enorm onder de indruk en laten hun Waterlanders de vrije loop. Ik wist dat ze heel mooi kon zingen en acteren, maar dit had ik niet verwacht. Ik ben er gewoon ontroerd door geraakt en stil van. Ik kan het niet droog houden hoor, echt niet. Maar ik vind dit zo goed hieraan. Dit is een fantastisch begin voor haar. Dit is zo mooi. Levi speelt de voorstelling voor één iemand in het speciaal. Zijn nieuwe liefde Josje uit K3. Even snel een kusje. Kom op. Even snel, kom op. We zijn klaar. Kunnen we weg ook? Voor hem zat ik links in de zaal eigenlijk. Dus ik zag hem wel zoeken, maar niet gevonden. En dan die zwaaien ook, hè? We kunnen het eigenlijk al vanaf het begin goed met elkaar vinden, hè? Ja, doen we het best. I've been away too long. Toch nog. Maar eigenlijk is dat heel mooi. Ja, inderdaad, die zoen die kwam toch nog. Kijk, het gaat natuurlijk niet over die relatie. Leuk om te zien en prachtig dat ze samen zijn. Het gaat over een hele mooie, kleine, intieme musical. Natuurlijk heb je grote musicalspectakels. Maar een kleine musical die heel integer, heel mooi dat beroemde verhaal, wat jammer genoeg echt gebeurd is, verteld. En wat een nieuwe generatie ook weer kennis laat maken met het verhaal wat we nooit mogen vergeten. Van Anne Frank en haar lotgenoten. Goed.